En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag een nieuwe serie, er hoort op mijn achtergrond gehoest, maar dat maakt niet uit. We gaan lekker door. Het is vandaag een nieuwe, de eerste aflevering van een nieuwe serie. Het heet Team Survival, het is Team Survival met Birds. Ik zal het meteen even uitleggen, dit is dus het nieuwe concept. Ik zal het even snel en grondig uitleggen. En ondertussen loop ik even een rondje door onze base heen. Ik ben hier trouwens vandaag met Playboys, ook wel genoemd. Casper, stel je maar even voor. Hey, ik ben Casper. Ik ben een vriend van Max en ook van Rodney. En ik denk dat we een gaaf video hier gaan maken, hoor. Te laat, hebben we al gedaan. Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat maakt niet uit. Oké, wel, ik loop hier even een rondje doorheen. Wat is Birds? Ik zal het even heel simpel uitleggen. Birds is een film waarbij er eigenlijk een tijdje alle regels wegvallen. Even, zeg ik het goed, toch? Ja. Oké. Dus daarin is dat een bepaalde tijd alle regels wegvallen. Dat hebben wij gecombineerd in Minecraft. Dus wij hebben Team Survival, dus we survivalen in teams. Zoals ik nu dus. Ik ben ik ben groen. Dus iedereen zo zijn teams. Teams van 5 zijn het. En het is natuurlijk uiteraard uiteindelijk later nog mogelijk, als ik het goed zeg, dat er nog invites te winnen zijn. Dat is super tof. Ik heb nu ondertussen even, hebben jullie een aardig de beest gezien. Ik loop de hele tijd rond hier. Wij zijn ondertussen al een paar dagen bezig, denk ik. Ja, een paar dagen. Dus dat is in ieder geval tof, dan weet je dat in ieder geval. Er gaan nog veel toffe dingen van komen. En dat is waarom ik zeg Team Survival en Purge. Waarom noem ik niet de echte naam? Omdat er nog niet echt een echte naam voor is. Misschien tegen de tijd dat de video online komt dat er al wel een naam voor is. Dan zal je dat in de titel ongetwijfeld zien. Maar er is op het moment dat deze video gemaakt wordt nog geen echte naam voor. In ieder geval, nu jullie onze base hebben gezien. Het is natuurlijk nog niet zo lang online. Gaan we even, hier is trouwens een mine, niet zo heel interessant. Gaan we even naar de base toe van Playboy en hij. En wij zitten, ik zit in groen, in team groen. En Playboy, waar staat dat? Jij zit in team oranje, toch? Ja. Oké, dan gaan we even naar de base van team oranje. En dan zijn we zo bij jullie terug. Tot zo. Zo, en we zijn aangekomen bij team oranje, toch? Nou, team oranje, dit duurt echt fucking lang. Dit traveler duurt echt fucking lang. Ik ben er echt om 10 minuten onderweg geweest. Zo zeg ik dik 1000 blokken of meer dan 1000 blokken. Ik zie dat jullie hier ook al hoofden hebben. Dit hoofd moet ik hebben. Het is Max zijn hoofd. Max heeft namelijk ook mijn hoofd, dus ik moet zijn hoofd hebben. Sorry. Maar het is toch mooi? Hey, ik ben alle mensen. Geweldig, ik moest Max zijn hoofd hebben, dankjewel. Oké, in ieder geval, we zijn hier dus bij Team Oranje. En ja, het is, ik vind het er mooi uitzien. Wat ik wel vind, dat zeg ik heel eerlijk, ik vind dat jullie een mooi eiland hebben. Ik vind het, als ik persoonlijk, ik... Dankjewel, ik moest toch die kant op, top. even kijken. Ik moest deze kant op. Oké. Kijk, loop je mee of? Ja, kom maar. Oké. Nou, er zijn heel veel van die eilanden die persoonlijk heel erg tof vind. Maar ik had erover, ik zat al te denken, weet je, als we dit eiland hadden gehad, ik had het echt tof gevonden om even kijken, dan moet ik even omhoog, om hierboven, dus een beetje, om dit een beetje af te vlakken en dan hier een beetje tegen de berg en hier een beetje het dorpje te beginnen. Heb je hier zo'n klein watertje. En dan kan je daar zo al het water, kan je hebben zo'n inkepje waardoor je kan handelen. Dat lijkt me echt super tof. Dat is echt een super goed idee, man. Ja, ik vond het echt een tof idee. Ik vond het wel een tof idee. Alleen jammer dat wij niet dit eiland hebben. Ik vind het echt een tof eiland. Dan kan je gewoon hier zo'n dikke stap maken. Hier gewoon een beetje vissen. En daar kan je gewoon dik handelen met die super dikke boten. Dat lijkt me in ieder geval tof. Alleen nou, voor jou is het idee. Voor jou. Jullie zijn niet ver weg. Je kan het altijd nog een beetje uitbouwen. Ja? Zeg maar. Nee, ik ga dat echt serieus doen. Dat vind ik echt een goed idee. Oké. Kijk, mijn advies wordt opgevolgd. Top. In ieder geval, ik hoop dat jullie nu allemaal een beetje genoten hebben van deze video. Ik hoop dat jullie een beetje inzicht... Rodney. Wacht. Ja. Had je niet gedacht, hè, dat ik er was? Ik wist het. Ik voelde het. Je bent getrold. Ik voelde het. Je bent getrold. Getrold in mijn eigen video. Ik voelde het. Ik wist het. Ik wist dat die faggot van die Maxi er was. Maar het scheelt, ik heb jouw hoofd. Dus oké. In ieder geval. Hij zei het nog. Fuck. Kut, ik weet het nu niet meer. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Hoop jullie dit leuk vonden. Ik zal kijken of tegen de tijd dat deze video online staat ook
de video, de video van jou online is als je dit gerecord hebt, ik neem aan van wel. Nee. Oh, dat niet? In ieder geval, Max, aangezien jij hier nu toch bent, wat is nou de officiële naam van het concept? Want ik weet het niet. Ik noem het waarschijnlijk gewoon Purge. Ik weet het niet. Oké. Dat horen jullie dus nog. Ik hoor het zelf ook nog, want ik weet het zoals jullie horen. Het ook nog niet. Heel jammer in ieder geval. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Onverwachte gasten. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. En bedankt voor het kijken. En gedag. Laters. En willen jullie nog iets zeggen? Abonneren ook op mijn kanaal. En die skills. Oké. Dankjewel. En dag.